Renault Antwerpen. De auto's van stad. Net zoals veel andere scholen had basisschool De Vlinders in de Antwerpse Lange Beeldekestraat net morgen een uitstap gepland. Een jaarlijkse doe aan sportdag in Mechelen voor de vijfde en zesdejaars. Of het gaat lukken weten ze niet, maar de school gaat toch proberen op de trein te raken. Een beetje afwachten en dan zien we wel. De kinderen worden verwacht om 7:55 op school, dus vroeger dan normaal. En wij hopen een positief effect nog te kunnen hebben. Er blijft veel onduidelijkheid heersen rond de spoorstaking. De leerlingen van De Vlinders gaan toch naar het station, omdat ze anders het geld voor de inschrijving mogelijk kwijt zijn. Wij hebben via het nieuws vernomen. De collega van lichamelijke opvoeding is ook gaan vragen, maar we hebben verder geen duidelijkheid gekregen. Ook niet naar terugbetaling naar de kinderen toe ofzovoort. Nee. Om zeker te zijn dat iedereen toch terug in Antwerpen raakt, is de sportdag wel gehalveerd. 'S Middags komen de 40 leerlingen en hun begeleiders al terug. Wij vinden dat zeer jammer. Wij doen elk jaar een afsluit op de sportbeurs in Mechelen. De kinderen kijken er ook echt naar uit. Dus het zou inderdaad wel zeer jammer zijn mocht dit niet doorgaan. Ook de middag is altijd een heel fijne vertoeving. En dat zal dit jaar sowieso al niet kunnen doorgaan. Als de leerlingen van De Vlinders niet op de sportdag raken, zal er op school dan maar een vervangstudie voorzien worden.